En het personeel van het psychiatrisch centrum Suriname, PCS, zal vandaag nog over haar salaris beschikken. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid geeft aan waaraan het gelegen kan hebben dat het personeel nog niet heeft ontvangen. Ik heb de bevestiging van de Centrale Bank dat de gelden overgemaakt zijn naar PCS afgelopen maanden. Dus kan dat door de vrije dag die er tussen is gekomen, dat op dit moment verwerking plaatsvindt. Maar in principe zijn alle gelden met betrekking tot salaris overgemaakt naar PCS. Okay. Dus ik denk dat het komt doordat er een vrije dag ertussen is. En dat er wat enigszins wat vertraging heeft plaatsgevonden deze maand in een stuk. Dus ik vraag begrip en medewerking daarvoor. De leden hebben vanmorgen hun misnoegen geuit via de media. Ze vinden het onvoorstelbaar dat ze nog niet over hun geld kunnen beschikken. Er is onder meer gevraagd wie voor de boeterentes gaat opdraaien van de mensen die leningen bij de bank hebben lopen. Ja, dus kijk, het is geen structureel probleem, dat moet ik zeggen. Er zijn goede stappen gemaakt vooruit, vorderingen gemaakt in de betaling van salaris. Het is eigenlijk na maanden dat we weer deze issue hebben. En dat is, heb ik al eerder aangegeven, heeft te maken met een aantal zaken die spelen. Maar nogmaals, ik hoop dat er ook begrip is vanuit de banken naar de mensen toe. En dat in ieder geval de mensen snel kunnen beschikken over hun salaris. De bondsvoorzitter bij het PCS, Carmen Brondestein, geeft aan dat het personeel bij haar aanklopte voordat de groep in beraad ging. De leden zijn toen gebeld en ze kwamen toen vrijdagmorgen bij de bond. Ze hebben een brief ontvangen dat ze laat uitbetaald zullen worden. Ik heb gezegd, ik weet er niets van, dus ik kan daarop niet reageren. Ik heb gezegd, 31, dan kunnen we praten over late betaling. Want we kunnen wachten tot 31. Ik heb de directeur toen gegeven, ultimatum 31 januari, 12 uur. En dat is toen gebeurd. De leden zijn hier bij me gekomen om 12 uur. Er was nog geen salaris gestort. Toen hebben we besloten, de leden zijn toen in beraad gegaan, heb ik ze toen naar huis gestuurd. Tot de volgende dag, maandag, weer om 7 uur. Ze zijn weer gekomen maandag 7 uur, geen salaris. Ik heb ze weer weggestuurd, een vrije dag ertussen, vandaag weer geen salaris. Brondestein heeft het personeel vandaag weer naar huis gestuurd, omdat ze van mening is dat de mensen niet kunnen werken en moeten wachten op hun geld. Enkele personeelsleden gaven aan dat ze pas zullen geloven dat het goed komt met hun salaris wanneer het geld op hun rekening is gestort.